Beste mensen, welkom in Donner. We gaan vandaag eens kijken naar de geschiedenis van Nederland. Kijk, iedereen weet natuurlijk momenteel van de Sellers, de autobiografie van Obama en ook het boek Revolutie van Verrijbroek. Wij vinden het leuk om toch eens iets anders te laten zien. We hebben hier een hele mooie collectie over de geschiedenis van Nederland. Het begint met Neandertalers. Dat zijn boeken over de oudheid in Nederland. En daarna komen natuurlijk de middeleeuwen. En ik heb alvast even een boek beetgepakt, wat u straks krijgt te zien. Dat is de oudste stad van Nederland. En ja, dat is Dordrecht. En dat is hier echt bij ons ook in de buurt. Namelijk in de middeleeuwen was Dordrecht nummer 1 stad van Holland. Niet Amsterdam, niet Rotterdam, maar Dordrecht. En Henk de Jong heeft een hele mooie biografie geschreven over die geschiedenis van Dordrecht in de tweede helft van de middeleeuwen. Ja, en na de middeleeuwen gaan we de nieuwe tijd in. Iedereen heeft natuurlijk gehoord van de 80-jarige oorlog. Dat de Nederlanden, althans Noord-Nederland, zelfstandig wordt. Zich losmaakt van Spanje. En ja, dan begint wat men dan vaak noemt de Gouden Eeuw. Maar na 1672, het rampjaar, wordt het moeilijker in Nederland. Nou, en daar is van Olof van Nieuwenhuizen een heel goed boek over verschenen. Dat heet de 40-jarige oorlog. En behandelt de periode dat Willem III, stadhouder Willem III, het voor het zeggen had in Nederland. Maar hij heeft zich waargemaakt in de strijd tegen Frankrijk en Lodewijk XIV. En zijn leven en zijn tijd wordt door Van Nieuwenhuizen op een heel toegankelijke manier, maar ook betrouwbare manier beschreven. Na de nieuwe tijd gaan we meer de huidige geschiedenis in. Dan bedoel ik nog wel de 19e eeuw. Nederlands-Indië, iedereen heeft ervan gehoord. De Nederlanders hebben een eigen kolonie en niet de kleinste. Maar er is al heel snel verzet tegen die Nederlanders. Begin 19e eeuw is er een Indonesische prins van adel, Diponegoro. En die heeft het de Nederlanders heel moeilijk gemaakt. Martin Bossenbroek vertelt van die strijd en gaat vervolgens door naar de periode na de Tweede Wereldoorlog, als Sukarno het gevecht aangaat met de Nederlanders voor zelfstandigheid. En wat is nu zo bijzonder aan het boek? Hij weet een hele interessante vergelijking maken tussen die twee vrijheidsstrijders. En als laatste wil ik jullie een heel ander boek laten zien, wat ja, toch wat minder serieus is, maar waar heel veel plezier aan beleefd kan worden door met name 50-plussers die de 70 jaren hebben meegemaakt. Wat een tijd was dat. En om die tijd terug te halen, heeft Roelof Bouwman en Minke de Vogel, een schitterend boek gemaakt over die 70 jaren. En dan naar aanleiding van de advertenties die toen in de bladen stonden. Hè, dat is heel variabel. Het gaat over mode, het gaat over drank, het gaat over design, het gaat over wonen, het gaat over televisie. En ook degene die nog niet de leeftijd hebben behaald van 50 jaar en toch eens willen weten hoe het komt dat hun ouders zo frivol, vrolijk en vrij waren, ja, die kunnen het antwoord zien in dit boek over de jaren 70. Beste mensen, we verlaten nu de Nederlandse geschiedenis en gaan even terug naar de tijd, in de tijd, naar de oudheid. En ook hebben we een hele grote collectie geschiedenis van Europa. En vanaf de kasten gaan wij naar onze toppers nieuwe boeken op de display. En we duiken inderdaad, we hadden het net over de oudheid. Maar zoals jullie weten hebben de Romeinen klop gehad van de Germanen. En dat hele verhaal, waarom ging dat Romeinse Rijk nu ten onder? En hoe kwam het nou zo dat in West-Europa toch die Germanen hun eigen staten konden stichten? Die vraag wordt beantwoord in het nieuwste boek van Dick Harrison, De Volksverhuizingen. Hij begint met het verval van het Romeinse Rijk en maakt een prachtige link overgang naar de middeleeuwen. Echt een boek waar je niet in verveelt. Het is wetenschappelijk verantwoord, maar heel begrijpelijk en toegankelijk geschreven. U moet er echt zin in hebben. Ik had er zin in. 650 bladzijden. Binnen een week weet ik zeker dat u deze page-turner uit gaat lezen. Gaan we een stukje verder,
Want we hadden het net al over het begin van de middeleeuwen. Maar halverwege de middeleeuwen komt er een nieuwe dreiging voor West-Europa. Uit het noorden, Scandinavië, komen hele stoere mannen naar beneden in hun schepen. Ja, dat zijn de Vikingen. Over de Vikingen zijn tal van mythes. En meneer Neil Price is dusdanig in die geschiedenis van die Vikingen gedoken dat hij toch met een nieuwe visie op deze bevolkingsgroep komt. In het boek wordt alles, zeg maar, op zijn manier en heel goed verteld. En ja, ook dit is weer een boek waar u voorlopig even zoek mee bent, waarvan ik zeker weet dat u uw visie op de Vikingen zal herzien. Mooi geïllustreerd, goede wetenschappelijke onderzoek, maar ook weer heel toegankelijk verteld. Dan gaan we als laatste naar het boek Metropolis van Ben Wilson. Wilson vindt de stad de grootste uitvinding van de mens. Wie kan het daar niet mee eens zijn? Het is een boek wat een dwarsdoorsnee geeft van de geschiedenis van de mensheid. Hij begint met de eerste stad Uruk in het Midden-Oosten. En vervolgens gaat hij naar Athene, Bagdad, Lissabon, Londen, Chicago, Parijs, New York, Warschau, Los Angeles. De megastad. Een fascinerende blik op de geschiedenis van de mens. En de stad. Ook hier weer, ik ben er gek van, een heerlijk dikke pil waar u niet zomaar op in uitgelezen bent, maar waar u iedere avond een stad voor uw rekening kunt nemen.